In mijn eentje wordt mede mogelijk gemaakt door Prins Caravans, Jarden en Sterk Vrijwilligerswerk. Mark Vuilmi, in mijn eentje, Mark Vuilmi, in mijn eentje, Mark Vuilmi, Noorderlaai. Mooi. Dit is een Dorps special van Garsthuizen. Dachten, dat doen we gewoon een keer. Want zo'n dorpje, Garsthuizen, daar wonen een paar honderd mensen. En die moeten nog eeuwen door. Daar hebben ze heel veel vrijwilligers voor nodig. Mensen die de boel op poten houden. En enthousiaste bewoners, initiatieven, dingen die ze wilden gaan doen. Dus wij dachten, weet je wat, we maken eens even zo'n special van Garsthuizen. Dat is de eerste, er komen er nog meer. En moest eens kijken wat voor weer je dan hebt. Dan heb je dit weer en dan heb je Roelof. Kan niet allemaal even mooi wezen. Mooi Roelof. Mooi. Jij gaat even een stukje met me mee door het dorp. Dat klopt. Ja, we gaan weer in. Wie loopt met de deur? Dus ja. Ik zou zeggen, volg maar. Ja, ik volg wel. Dat is ook mooie stevel zijn hier. Ja. Makkelijk schoon. Ja. Altijd op klom? Altijd op klom. Zo'n vlag? Ja. Doe als het net over het dorpsgevoel. Er is al in de altijd iemand aanwezig die die vlag sponsort. Dit was vroeger, was die Kruil, winkel, bakkerij. En zover als mensen weten, het dat hier waar ook zo. Dat was hier. Jullie hebben dat nog meer, hè, café? Nee, dat is de dorpshoes voor de woonkamer. Je loopt meer in, hier woont Klaas in Bouk. Ik ben Bouk. Ja. Zeg ik, zeg me joe. Op die? Doe, mag ik doe, maar dat is blijven. Doe. Ja. Mooi. Ah, mooi. Zo, die is ja. Mag ik even ben? Is ooit uit de vruchtering om. Oh. Wat is er zo leuk aan Garsthuizen? Oh, dat kan ik die allemaal vertellen. Daar was ik dan bang voor. Ik ben doorgeboren in Krauw. Ja, dat heb ik zo. Oh. Ja. En ja. Ja, die gewoon een echte Garsthuizen ben niet. Ja. Ja. Alles metmokt. Ja. Maar als ik vroeg van waarom is het zo'n mooie plek, dan weet je dat eigenlijk nooit. Ja, het is voor mij al een mooie plek. Ja. Altijd wil vreugde had. Krauwwater, winkelwater, telefooncentralewater. Had ik wel lol had. Bijna een metrostation. Ja. Ja. Net naar de euro. Ja, ja, bus. Vrouwen, hè. Ja. Moet een stak in boom steken. Ja. 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 En nou is dat voor die? Voor die? Ja, dat is zo lopen zoals het gewoon is. He, ik ben hier nou, hoe lang woon ik hier? 15 jaar alweer. Je leeft natuurlijk halver in. Hier is niks. Hier is niks. Nee, geen winkel en verenigingsleven, dat zakt weg. Scholen ben niet weg en dan gaat het dorpsleven gaat eigenlijk een beetje weg. Dat is wel jammer. Ja. Zeg, familie, maak er een mooi weekend van, ja, hè? Hey Erwin. Ja? Jij bent natuurlijk van de organisatie, hè? Ja. Als het om vrijwilligers gaat. Jij bent met vrijwilligers bezig. Ja. Waarom zijn vrijwilligers zo belangrijk voor zo'n dorp? Omdat vrijwilligers in staat zijn om een verenigingsleven enigszins in stand te houden. En straks in het speeltuin, ik zul je ook zien, dat is allemaal opgebouwd door samenwerking VVD met gemeentes, sponsoring gezocht. En als je dan kijkt wat voor speeltuin en wat er staat en hoeveel werk daar ingestoken is door vrijwilligers, nou zeg ik petje af. Ja. Ja. Maar dat zul je straks wel zien. Jullie zijn ook niet meer echt van de leeftijd van de speeltuin, hè? Oh, een beetje soms. Oh ja? Ja. Kom, gaan we even kijken, vind ik wel leuk. Okay. Wat een enorme speeltuin is dit. Als jullie hier zijn, wat doen jullie hier dan? Vaak kabel bij ons schommelen. Ik in elk geval. Nou, zullen we gaan schommelen dan? Ja hoor. Dat vind ik wel leuk. Hey, wat is leuker, Startenhuizen of Garsthuizen? Startenhuizen natuurlijk. Waarom dan? Weet ik niet, woon ik. Hebben jullie dit gemaakt? Ja. Niet? Ja. Wat mooi, wie van jullie kan dit zo goed? Nou, we hadden het eerst ontworpen op de computer. Ja. En daarna hadden we met de beamer geprojecteerd op het hout. Oh, wat slim. Ja, dan kun je natuurlijk heel goed schilderen. Ja, ja.
Wie is dat? Ik weet het niet. Ik heb nog geen contact gemaakt met... Dit zijn die nieuwe mensen waar jij het over had? Ja, ze zitten hier een paar weken. Maar u bent splinternieuw, hoor ik net. Dat klopt, maar ik ben niet de eigenaar van het huis. Ik ben alleen maar de moeder van de eigenaresse. Oh, maar dat kan mij niet zo verschillen. Nee, prima. Is uw dochter zich ervan bewust dat ze in het dorp komt, dat er ook nog wel wat van haar wordt verwacht? Nou, dat was wel grappig. Zojuist kwamen ze hier de plantjes kopen. Ja. Ja, we hebben geen contanten. En toen hoorde ik al dat het voor een goed doel is. Hè, een jaarlijks dorpsfeest. Ja. Ik zeg, daar wordt bloem gekocht. Ja. Hoe moet het ook weten? Dus we hebben het geregeld, hoor. U wrijft het er al even in. Zo is het. Ja, want zo'n dorp bestaat alleen maar bij de gratie van de mensen elkaar. Die er wonen. Hè? Dat doe je met elkaar. Ja. U heeft dat precies door. Ja. Dus ik ga even testen of uw dochter dat ook door heeft. Doe dat, ja. Hey, yes. Goedemiddag. Hallo. Wij hebben toestemming van jouw moeder. Oh jee. Even één vraagje. Waarom Garsthuizen? Ja. Geen voetbalveld. Oh, dat is belangrijk. Dat was al belangrijk. En we zagen iets met veel ruimte. Ja, paarden. En paarden, en waar ik een beetje in de schuur kan hobbyen. Maar dan kan dit op ons paard. Gaan jullie je ook met het dorpsleven bemoeien? Hebben jullie daar zin in? Ja, we werken allebei fulltime. En we hebben hier genoeg te doen. Dus ik denk dat we het wel leuk vinden om een beetje betrokken te zijn. Maar we gaan niet actief... Nee. Maar, je weet wel dat zo'n dorp als Garsthuizen is wel heel erg afhankelijk. Je houdt het natuurlijk met elkaar omhoog. Ja, ik ga. Wat moeten ze dan doen? Banden plakken? Nee, jongen. Gewoon gezellig meedoen. Feestje. Ja, gewoon als er feest is, kom. Zijn er dingen? Het dorpsfeest komt eraan. Vanavond patat eten. Dorpsvisie, dat wordt publiekelijk bekendgemaakt. Ik zou zeggen. Kom langs. Ja, goed. Zet hem op. Goed bedankt. Oké, bedankt. Doei. Nou, mooi hè? Hoi. Zijn ze geslaagd voor de test? Nou, ze hebben het heel erg druk en zijn veel met zichzelf bezig. Dat nee toch? Maar dat komt wel gauw, hè? Als ze de echte grond onder de voeten krijgen, mams. Dat komt goed. Ja, dan willen ze gewoon bi wezen. Tuurlijk. Zullen goeie jongens. Bie. Kom gauw. We dachten dat jullie al weg waren. Ik woon hier, Zout. Woon jij hier? Ja. Dit is nou de hobby van mijn vrouw. Met al haar vrijwilligerswerk en dergelijke heeft ze ook nog tijd voor de tuin. En de gans? Ja, dan lopen we drie jaar goed. Die hebben de kerst gehaald? Ja, die halen we sowieso de kerst van. Die zijn al zo oud, die krijg jij niet meer gaan. Kan je niet meer gaan? Hè? Ik denk dat die ganzen 10 jaar oud zijn. Ah, gadverdarrie, nee. Ja. Ah, verder zijn jullie hartstikke leuk hoor. Ho. Oh, wacht even. Een vrouw op klomp. Dat zie je niet veel, hè? Ja, hier wel. Ja, zie je dat veel? Nee, hier wel, ja. Maar meestal ben ik dat. Ga ik in het midden zitten? Jij mag in het midden. Nou, daar gaan we. Waar gaan we heen eigenlijk? We gaan naar de molen. Werkt die nog? Ja, soms wel. Ja, ja. Maar ik moet hier even keren. Kan ik even naar... Dag meneer. Hoi. Mooi. Goeddag. Mensen. Wat een schitterende auto, kerel. Ja. Ik heb hem al... Ik heb hem al meer dan 40 jaar. Hey, en hoe komt de Arnhoed Westerhem in Garsthuizen terecht? Ik heb vooral van Garsthuizen. Hallo. De eigenaar. Op sokken. Ben je op... ja. Ben je op sokken, Arnhoed? Ja, ik was aan het voetbal. Was je aan het voetbal? Op sokken? Ja. We hebben een echte Ronaldo te pakken. Ja. Hey, want is die molen is van jullie? Ja. Wat een bezit. Ja, mooi hè. Hoe lang hebben jullie de molen al? Drie jaar, denk ik. Nee, twee jaar. Hoe kom je erbij om een molen te kopen? Nou ja, we vonden het huis eigenlijk mooi. En toen hebben we de makelaar opgebeld en toen bleek dat de molen erbij hoorde. Ja. Nou, mijn man die is molenaar. Die is molenaar echt, aan het worden sinds we hier wonen. Oh ja, maar jullie gaan ook echt meel draaien. Ja, soms malen we ook. Oh, wat leuk. Ja, zeker. Ben jij ook actief eigenlijk in het dorp? Nee. Doe jij dingen? Nee. Nee, ja, ik zou heel graag willen, maar ik ben altijd aan het werk. Ja. Ja. Maar goed, mensen zoals jij, jonge mensen, jullie ja. Houden zo'n dorp natuurlijk wel leefbaar. Ja, we hebben wel meegedaan met de wandelvierdaagse hier in het dorp. En soms zijn we er op avond. Ik zou wel meer willen doen, maar dat is werk. Ja. Hey, doe jij maar gewoon waar jij goed in bent, want dat is voor iedereen in deze omgeving goed. Ja. Heel cool.
Ik wens je een mooi, lang en gelukkig gasthuizender leven. Nou, bedankt. Voetbal. Ja. Hey, twee wichter. Hallo. Beetje muurtje voetbal is leuk, hè? Ja. Hey, jij voetbalt niet bij Heerenveen, toch? Jawel. Hé, echt waar? Ja. Maar je woont in Garsthuizen, hoe komt dat dan? Ben je zo goed? Blijkbaar. Ja, jij ook? Ja. Zijn jullie tweeling? Ja. Hoe heet jij? Ik heet Zoe. En hoe heet jij? Milou. En hoe houden mensen jullie uit elkaar? Ik heb een dunner gezicht. Jij hebt een dunner gezicht. Dus eigenlijk zeg jij nu tegen je zusje, je hebt een dikke kop. Nee, dat zei ze niet. Hey, laat eens zien jullie voetbalkunsten. Dat vind ik leuk. Kunnen jullie het balletje hoog houden of zo? Maar dan kunnen jullie het beste. Gewoon, ik kan wel een trucje. Oh, doe eens een trucje. Oh. Oh, dat vind ik wel vet. Kun jij ook zo'n trucje? Nou, ik vind het netjes wichter hoor. Hey, en welk elftal voetballen jullie dan bij Heerenveen? MO14. Oké, onder 14 dus. Ja. En wat is jouw positie? Middenveld. En wat is jouw positie? Ook middenveld. Ah, dat dacht ik wel. Jullie zijn wel lopertjes. Ja. Nou, ik zeg, Wichter, voetbal lekker door. Ja. En trap maar een beetje tegen de muur, dan film ik nog eventjes. Okay. Vind ik leuk. Gaan we erop? Oh, Tineke, ja. Ga je mee? Ja, leuk. Nou. Laat ik je wat van jij bent de nieuwe Roelof. Zeker. Oh, ja, nou. Geen klontmaas hier. Nee, vandaag niet. Dat duidt erop dat je niet je hele leven in Garsthuizen al woont. Klopt precies, 3,5 jaar slechts. 3,5 jaar nog maar? Ja, joh. Hey, even onder ons gezegd en gesneden. Waarom gaan mensen in dit dorp wonen? Ja, het is een prachtig dorp toch? Niks te doen. Ontzettend actieve buurtvereniging. Wordt een ontzettend hoop georganiseerd. Doe je ja, super gezellig. Ook, sinds kort wat meer. Oh ja? Ja. Dat moet wel in zo'n dorp. Je moet wel meedoen, hè? Je moet zelf meedoen, hè. Je moet wat van maken. Moest je wennen toen je kwam? Best wel. Wat kan je gedaan? Bedum. Nou, dat is toch wat groter en wat drukker. Absoluut. Ja, en nog een paar jaar inmiddels toen gewoond. En nu hier. Maar dat bevalt ons heel goed. Ja, ja. Maar wilde jij wel? Nou, mijn man wilde heel graag. Die heeft de broek aan in huis? Absoluut. Geloof je direct, toch? Nee. Zullen we eens kijken of Jan thuis is? Wie is Jan? Jan Snijder, die doet ontzettend veel voor het dorp. Want die vrijwilligers, daar draait het wel om, hè, in zo'n absoluut. Dorp. Absoluut, daar valt nog staan alles mee. Zijn het er wel veel eigenlijk, of kunnen er nog wel meer bij? Dag Jan. Hoi. Wil je wat vertellen over het dorp? Is Jan hier? Jan is hier. Hey, maar Jan, hallo. Mag ik over jou... Ja, maar daar komt nog gras in. Oh, dat zit er niet al ingezaaid? Nee. Oh, want ik wil geen ruzie met Jan, dat snap je wel. Wij hebben en met jou. Janet. Mooi, Jan en Janet? Ja, echt. Ja. Was dat bij de geboorte al geregeld? Of, Wie weet. Wel, Jan, hé, mijn jongen, jij zit weer op winst. Ik kom net bij Bouk vandaan. Nee? Ja, bij Klaas. Bij Klaas? Ja, bij Klaas en Bouk. Ja. Dan kom ik binnen en dan staat er ook zo'n enorme sigaar in de hens. Ja. Mag ik even naast jou zitten, Janet? Ja. Klaas is ook een sigarenroper, net als ik. Hoe komt dat? Heeft het een oorsprong in Garsthuizen? Nee, dat heeft geen oorsprong in Garsthuizen. Ik rook sigaren omdat ik een heleboel vrienden heb die ook sigaren roken. En mede daardoor hebben wij ook een clubje opgericht. Dat heet dan Keep the Burning, heet dat. En dan zitten er allemaal jongens in die sigaren roken. Zit Klaas ook in? Nee, Klaas zit er niet in. Nee. Maar Klaas mag er wel bij zitten als hij wil. Ja, ja. Over Janet? Nee, heel af en toe zo'n klein... Een dun sigaartje, zo'n vantje. Ik vind daar helemaal geen roken. Mag hij binnen roken? Nee, sinds een behoorlijk aantal jaren. Toen hebben we alles gewit en we hangen. En toen heeft hij zelf gezegd, van, nou ga ik niet meer binnen roken. Dus nou in de schuur of buiten. Waarom is dat lang in Garsthuizen, Jan? Ongeveer 2001, dus dat is al 18 jaar. Tussen tweetjes? Ja. Tussen tweetjes, en waar kwamen jullie vandaan? Uit Huizen. En wat bezielt een mens dan om te denken van nou, ik pak de spul neer, ik ga in Garsthuizen wonen? Ja, we hadden daar een huurhuis en die huren die stegen maar steeds. Dus we wouden iets kopen in de buurt, want Jan werkt in Huizen. En toen, dan ga je rondkijken in de buurt, Usquert, Warfum en toen hier uiteindelijk. Fijne middag nog, hè? Ja, ja. Hetzelfde. Ja, succes. Succes. Mooi, hè? Heel mooi. En weer verderop? Ja.
Dat is een dikke camper, hè? Ja, weet je wie er woont? Nee. Harry. Harry? Met Sprak, met zijn dochters. We hebben Harry. Oh, dit is... Oh, Harry, jij woont hier. Want die twee voetballende dochters, die zijn van jou. Ja, die zijn hier. Oh, daar zijn ze. Ja, die voetbal daar. Hier hebben ze het voetbal geleerd. Ja, dit is een voetbalveld. Oh, kijk eens. Hé, hey, Harry, jij bent een meester in het weglopen, zie ik. Ja, born to run. Nou, born. Loopt, hè. Kijk, wat heb plantjes gekocht vanmiddag? Ja, ik hoor iedereen over plantjes. Wat is dat eigenlijk? We hebben een plantenverkoop als actie voor het zomerfeest. De opbrengst is voor het zomerfeest. Oh. Kunnen we met elkaar feest vieren. Dus vanmorgen verkocht en vanmiddag brengen ze overal, hebben jullie ze overal heen gebracht? De rest wat nog bezorgd moet worden, ja. Ik denk dat ze niet zijn. Wie woont die dan? Marilou. Marilou Grecquoir? Ja. Woont die hier? Die woont hier. Met Hans? Ja. Nou. Vanmiddag was ze er wel. Marilou! Doe Marilou. Weet je wel wat van de Roegkop eigenlijk, van ons dorpskrantje? Van wie? De Roegkop. Nee. Weet je wel waar Roegkop voor staat? Nee. Ja, voor wilg. Knotwilg. Is een knotwilg een Roegkop? Roegkop, zeker. Ja, jullie hebben een eigen krant? Eigen dorpskrant. Nee, niet. Ja, serieus. Hoe vaak komt die uit? 4 keer per jaar. Wie maakt dat dan? Ik, onder andere. Ja. Ja. En dan, wat doe je er? Wat staat er dan in zo'n krantje? Advertenties, reclameadvertenties, maar ook alle informatie over dorp. Interessant. Oh. Verslag van dat jij nu geweest bent, zal er ongetwijfeld inkomen. Hé, maar wacht. Ho. Dit is een belangrijk moment. Die staat want er hier begint Startenhuizen en hier begint Vasthuizen. Hé, maar horen Startenhuizeners er wel een beetje bij? Zeker. Of is het echt een ander slag? Nee, vind ik niet. Nee. Ik voel me er wel bij, hoor. Hangt daar jouw onderbroek te drogen? Nee, ik kan mijn buurvrouw. Wil je hier nog even aanbellen? Oh, nee, ja. Dat is zo. Och, en de buurman. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor mij ben jij rap naar waar? Mulder. Ja. En voor mij ben u dat niet. Nee. Nee. Ik ook geen Mulder. Grieco en Els. Ja. Grieco en Els? Ja. Als ik je man zo zie, hè, en zoals die begint tegen mij, hè. Ja. Dat jij er nog zo goed uitziet, na al die jaren. Ja, verwonderlijk, hè? Marokkels. Ja. Ja, echt wel. En hey, jullie wonen in Startenhuizen, dat is een beetje anders slaag dan Gasthuizen. Gelukkig hè? Wel. Ja, hè? Gelukkig wonen wij in Startenhuizen. Ja, want die Gasthuizen, dat is toch een beetje... Ja, vind ik niks. Een niveautje minder, hè? Vind ik wel. Ja. Jullie zijn wel echt gedistingueerd. Wat gaan we doen? Kijk, voor jou bewaard. Vuurwerk? Hilarisch. Die man geeft mij vuur... Is er nog meer in huis? Ja. Zullen we in mijn knal? Kom. Nee, mag wel, hè? Nee. Ik heb geen lucifers. Jullie hebben wel een aanstekertje of zo? Jawel. Ik heb wel een aanstekertje. Ik zal het nou. Ik hoor van vuurwerk. Ja, het is mooi. En ik hoor van vuurtje branden. Dus doe het even. Ik hoor van vuurwerk. Snij je het zo groen. Nou, nog een. Blast die kabouter. Goh, zo gewoon weer die kabouter in de butsen. Is dit nou mooi of ja, dat is hartstikke mooi. 4 honden, buffa. Ja. Zeg mensen, ik vond het hartstikke gezellig. Volgende keer kom ik naar de dag, is dat goud? Hartstikke goud. Bas van Beekom. Oh ja, ik neem Bas van Beekom. Oh ja? Jawel. We zijn elkaar straks. Ja. Doei. Kijk Rob, dit is mijn huis. Nou, het verbaast mij niks. Nee? Nou, weet je Tineke? Nou. Jij bent een beetje een opgeruimd type. Dat klopt. En dat kan ik zien. Ja? Dat kun je zien aan het huis. Het huis zegt veel over mensen, hè? Ja, dat klopt. Hey, Tineke. Ja, over opgeruimd gesproken. Ja. Ja, dit is wel een voorbeeld, hè? Nou, dit is hogeschool. Nee. Dit kun jij nog niet, hè? Daar zitten ze. Och, kijk nou. Jij bent bekend. Goedemiddag. Of niet dan, maar zij is een opgeruimd type. Maar dit is wel ongeveer de universiteit van opgeruimd, hè? Ja, is het zo? Nou, jawel, vind ik wel. Wat wonen jullie hier mooi, hè? Ja, dank je wel. Kun je wel herinneren dat jij hier... Ja, zeker. Toen waren jullie, de voorjaarsboel aan het doen. Ja. En toen hebben we de camper bekeken. Ja. En de kleinkinderen waren er. Ja. Jullie hebben een heel mooi huis om het dorp mee te beginnen. Ja. Aan de andere kant valt na dit huis alles tegen. Nou. Hoor je wat ik zeg, Tineke? En bedankt erop. Graag gedaan. Fijn. Dan kunnen we het weer mee. Ik moet wel zeggen, dat zijn ook net de buren. Hoor, deze. Ja, en ontzettend lieve mensen. Maar dat is ook, goed dat karakter is ook belangrijk, hè? Ja, maar wij kunnen hier inderdaad met iedereen door één deur. Als je elkaar nodig bent, dan sta je voor elkaar klaar. En ja, dat noemen ze nabeschap, hè? Gasthuizen en Startenhuizen, ben blieden met jou. Ja, dank u wel. Wil je nog even zwaaien naar de dorp? Nou,
Doei. Nou, dag hoor. We gaan nog even linksaf erop. Oh. Hier woont Klaas. Zullen we gaan kijken of Klaas ook thuis is? Klaas is thuis en dit de deur ook. Ja, maar waar is het? Zal in de toenen wezen. Hier is Klaas. Oh. Jullie hebben allemaal zoveel ruimte, man. Ja, man. Klaas. Oh, verdorie, tikkel. Ja. Mooi. Mooi. Mooi, Klaas. Mooi. Zo, hoe zat je in toenen? Nou, we zaten nu op de terras. Lekker. Wat is dat? Dat is Harry. Harry. Hey, doen we ons ook in Startenhoezen? Ja. En is er anders dan Garsthuizen? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, dat moest net zo rekenen als Haarden en Grunnen. Een beetje anders, hè? En wat is dan Haarden? Hier, ja, jullie, hè? Ja. Jullie zijn een beetje de goudkust, hè? Ja. Is het ook vissen in de vijver? Nou, hier nou. Door wel. Zo zit vissen in. Oh, maak je hem kie? Het is gewoon een klein vijvertje. Maar ben dat, ben je toen een kaperman of zo? Oh, nee, maar. Nee. Er zitten allerlei soorten hoogvisjes in. Die dan er ook eigenlijk verder niks aan, hoor. Onder op zich zo. En dan zit je zo met je maarten? Ja, we zaten nou een beetje de noot te kieken. Kapitein erbij. Voetjes op trekje. Ja. Natuur regelt zichzelf, hè? Ja, hij staat in huis van mensen die zo'n vijver hebben met een mondfilter en UV lampen. En... Ja, ik ben er al niet mee bezig. Ik wens je een mooie dag te houden. Ja. Mooi, hè? Lekker weer. Mooi weer. Hoi. In mijn eentje wordt mede mogelijk gemaakt door Prins Caravans, Jarden en Sterk Vrijwilligerswerk.